In de vorige video heb ik het gehad over genotypen en fenotypen. Deze video ga ik wat dieper in op het genotype. Ik ga het hebben over genen, allelen en ik leg de begrippen dominant, recessief, homozygoot en heterozygoot uit. De genen van een organisme staan in het DNA. Dit DNA ligt niet als één hele lange sliert in de celkern, maar is opgedeeld in zogenaamde chromosomen. In het geval van de mens zijn dat 46 chromosomen. Oftewel 46 stukken DNA. Bij andere organismen kan het DNA zijn opgedeeld in andere hoeveelheden chromosomen. Een hond bijvoorbeeld heeft er 72 en een fruitvliegje 6. Wat je ziet is een kariogram. Dit is een manier om de chromosomen weer te geven. Van elk chromosoom hebben we twee exemplaren. De ene helft van de chromosomen kreeg je ooit van je vader en de andere helft kreeg je ooit van je moeder. In het geval van de mens dus 23 paren. De streepjes op de chromosomen zijn niet de genen, maar de locaties van de genen, de loci. Van veel genen is bekend op welk chromosoom ze liggen. Zo ligt het gen voor lactase op chromosoom 2 en het gen voor het proeven van bitter op chromosoom 7. Van elk gen zijn verschillende varianten in omloop binnen een populatie. Ze zijn er voor de eigenschap oogkleur bijvoorbeeld een hele hoop. Mensen kunnen niet alleen blauwe of bruine ogen hebben, maar ook groene of grijze of weer wat heel anders. Een variant op een gen noem je een allel. Omdat organismen van elk chromosoom twee varianten hebben, kunnen ze ook maximaal twee verschillende allelen hebben voor een eigenschap. Vaak wordt slechts één van de twee allelen zichtbaar in het fenotype. Hoe dat werkt, leg ik uit aan de hand van een voorbeeld. We gaan kijken naar de eigenschap oorlelvastheid. Van deze eigenschap bestaan twee verschillende fenotypes. Oorlellen kunnen vastzitten aan je hoofd of ze kunnen loshangen. Deze eigenschap ligt voor een groot deel op chromosoom 2. Van chromosoom 2 heeft elk mens twee exemplaren. Dat betekent ook twee plekken voor het gen oorlelvastheid. Iemand kan twee keer het allel hebben voor een losse oorlel, of twee keer het allel hebben voor een vaste oorlel. Maar ook kan het zo zijn dat iemand een allel heeft voor een losse oorlel en een allel voor een vaste oorlel. Dan krijgt deze persoon niet één oor dat vast is en één oor dat los is, maar twee losse oorlellen. Dat komt omdat het allel voor een losse oorlel dominant is over het allel voor een vaste oorlel. Een dominant allel is altijd het allel dat je in het fenotype terugziet wanneer iemand verschillende varianten heeft. Het allel dat je in dat geval niet terugziet, is het recessieve allel, in dit geval dus de vaste variant. Omdat het heel irritant is om bij kruisingen steeds alle allelen vol uit te schrijven, wordt in de genetica vaak gewerkt met letters. Dominante allelen krijgen een hoofdletter en recessieve allelen krijgen een kleine letter. Wanneer iemand twee allelen heeft voor een losse oorlel, is het genotype in dit geval homozygoot. Homo betekent namelijk gelijk. Zygoot is de naam van een bevruchte eicel. Aangezien deze persoon twee dominante allelen heeft, is hij dus homozygoot dominant voor de eigenschap oorlelvastheid. Je schrijft dit met hoofdletters AA. Wanneer iemand twee recessieve allelen heeft voor de vaste oorlel, dan is iemand homozygoot recessief. Je schrijft dit met kleine letters. AA. Heeft iemand twee verschillende allelen en is de een recessief en de andere dominant, dan is iemand heterozygoot, waarbij hetero verschillend betekent. Je schrijft dit dan met een kleine en een grote letter. AA. Zelfde eigenschappen krijgen zelfde letters. Kort samengevat kan een organisme van elk gen dus twee allelen hebben. Een dominant allel komt altijd tot uiting wanneer een organisme deze heeft. Een recessief allel komt alleen tot uiting als er geen dominant allel in het genotype staat. Heb je twee dezelfde dominante genen, dan ben je homozygoot dominant voor dat gen. Heb je twee verschillende allelen, dan ben je heterozygoot. Heb je twee dezelfde recessieve allelen, dan ben je homozygoot recessief. Heb je nou nog vragen hierover of andere vragen? Laat het dan vooral weten in de reacties en dan wordt alles uiteindelijk best biologisch.